de carnaval wilde hier graag een loods neerzetten of het gebouw gebruiken om hun carnavalswagens te bouwen. Dat is op zich een heel leuk idee. Waar ook veel vraag naar was, een natuurspeeltuin. Nou, dat lukt als je naar de omgeving kijkt, zou het ideaal zijn. Want er zijn bomen, er is oppervlakte, dus er is van alles te realiseren. Starterswoningen kwam aan het woord, seniorenwoningen, een doolhof. Alles echt te gek om op te noemen. Laat maar komen, alles wat Aardenburg mee kan ontwikkelen is super. Mijn eerste idee was om als projectontwikkelaar toch wel woonbestemming te doen. Ik heb ook een kleine enquête gedaan 2 jaar terug met de bewoners van Aardenburg. En die vooral aanstuurden op vrije kavels. Dat is toen door de provincie afgewezen. En ik denk dat we misschien nu meer moeten kijken voor het totaalproject. Niet alleen voor mij persoonlijk, ik denk dat het voor Aardenburg een mooie meerwaarde kan zijn en voor de Hanse omgeving. En dat is toch wel de hoofddoel eigenlijk. We staan open voor allerlei dingen die Aardenburg verder de goede kant op kunnen ontwikkelen. Wat was nou het leukste idee waar je tegenkwam? Nou, eigenlijk voor de carnaval hun wagens te bouwen. Dat was voor mij het leukste idee. Want je bent zelf ook een carnavalvierder? Ja, ik vind het 5 dolle dagen prima. Ja, zeker weten.